Nou, nou komen we op het tweede punt. We hadden het net over Brahman, hè, energie. Hè, hoe dat energie, massa, tijd, ruimte, hoe dat een eenheid vormt. Maar nu komen we op het tweede punt. Niet alleen dat het om energie gaat, maar het gaat ook om intelligentie en bewustzijn. Dat energie en intelligentie en bewustzijn volledig integraal gekoppeld zijn aan elkaar. Zo net zoals Einstein ontdekte dat tijd en ruimte gekoppeld zijn aan elkaar, ontdekken wetenschappers nu dat ook energie en intelligentie gekoppeld zijn aan elkaar. En dit is een nieuw inzicht wat geleid heeft, hè, wat ik al aangaf in de laatste 20 jaar, tot een hele nieuwe stroming binnen de wetenschap. En die stroming zegt gewoon, er moet een andere verklaring zijn. Er moet intelligentie zijn. Een van de meest verbluffende, en dat is natuurlijk een argument wat vaak in de evolutieleer of tegen de evolutieleer gebruikt wordt, dat ons lichaam bezit 70.000 miljard cellen, elk lichaam. Elke cel is complexer dan de hele stad Rotterdam. Dus 70.000 miljard steden Rotterdam, die allemaal perfect met elkaar samenwerken, zodat mijn lichaam hier kan zitten, functioneren, een lezing geven. Jullie kunnen daar zitten, ook met je 70.000 miljard cellen. En je kunt luisteren naar wat ik zeg en zeggen, maar oké, ja, dat is logisch. Je begrijpt in ieder geval, je bent het mee eens, niet mee eens. Maar we kunnen hier gewoon zitten en functioneren. Doordat al die 70.000 miljard cellen op een perfecte manier met elkaar samenwerken. En nogmaals, in het besef dat elke cel complexer is dan de hele stad Rotterdam. Nou, dat is onvoorstelbaar. Onbegrijpelijk. Dus, dat is, maar goed, hè, wat zeggen evolutionisten? Nou, oké, het is allemaal begonnen als een eencellig beestje. En dat is in de loop der tijd over miljoenen jaren, hè, weer een beetje het oneindige hoeveelheid apen. Je gooit er maar heel veel tijd overheen en dan komt het allemaal goed. En dan gebeurt het allemaal vanzelf. Nou, eigenlijk die gedachte is feitelijk ook al onmogelijk. Er was één wetenschapper die uitrekende dat voor om eenmaal per toeval een eenmalige levende cel te creëren, zou je 10 tot de macht 50.000 keer de historie van de aarde moeten herhalen. Nou, die is 5 miljard jaar. Nou, 10 tot de macht 50.000, voor degenen die wiskunde gestudeerd hebben, is 10 met 50.000 nullen erachter. Ik bedoel, dat kun je niet eens uitschrijven. Daar zou je een heel lang lint voor nodig hebben, een heel dik boek. Het is ook onbeschrijfelijk. Maar dat zou dus 10 tot de macht 50.000 maal de historie van de aarde moeten zijn voor een cel om zich één keer bij toeval ontwikkeld te hebben. Maar dan praten we niet over één keer bij toeval. Nee, want die cellen hebben nog iets anders mysterieus. Ze reproduceren zichzelf. Dus die 10 tot de macht 50.000 maal 5 miljard, dat gebeurt een seconde daarna weer. Ja, hé jongens, dat kan helemaal niet. Het werkt gewoon helemaal niet. Het kan niet. Het is statistisch, wetenschappelijk, mathematisch onmogelijk. Nu praten we over hele complexe dingen. Hè? Praten we over levende organismes, mensen, zoogdieren, hogere levensvormen. Of zelfs een eencellig beestje, wat al heel complex is. Maar nu gaan we even terug naar iets veel simpelers, veel fundamentelers. Gewoon de simpele structuur van een atoompje. Nou, dat zou toch bij toeval wel moeten kunnen ontstaan, denk je dan. Hè? Een atoompje, dat zit wat krachten, hè? Wat aanstoting en aftrekking. En aantrekking en afstoting. Hè? Dus nou, dat kan op basis van simpele mechanistische modellen, moet je dat toch wel kunnen uitleggen. Vergeet het maar. Als jij, en dat is hetgene wat ook met name in de laatste 20 jaar ontdekt hebben, wetenschappers noemen dat het antropische principe. Het antropische principe houdt dit in. Dat het universum, en dat weten we inmiddels, bestaat uit vier basiskrachten. Dat is de zwaartekracht, nou die kennen we allemaal. En je pakt dit op en het wordt naar beneden gezogen en je laat het vallen. En Newton ontdekte dat. Newton zat onder een boom en een appel viel. En hij dacht, hey, een appel viel. Zo beginnen vaak briljante processen. En normaal denken we, ja, die appel valt omdat hij zwaar is. En Newton draaide dat precies om en zegt, nee, die appel valt niet omdat hij zwaar is. Hij is zwaar omdat hij valt. En waarom valt hij? Die vraag kon hij nooit oplossen. Hij zei, ja, er is een kracht waarbij de ene klomp materie de andere klomp materie aantrekt. Nou, de ene klomp materie is de aarde, die is heel groot. En doordat die klomp materie heel groot is, heeft hij een groot zwaartekrachtveld. Dan heb je een appel, dat is heel klein. En die zit in dat zwaartekrachtveld van die aarde, die wordt daardoor aangetrokken. En dat is wat we gewicht noemen.
Het is niet anders dan twee objecten die elkaar aantrekken. Maar alleen Newton had het grote probleem. Ik zeg van ja, hij had net zijn wetten van de mechanica geformuleerd. Die wet van de mechanica die ging ervan uit dat als een object tegen een ander object aanbotst, dan krijg je een reactie. De wet is actie is minder reactie. Nou, dat is heel gezond boerenverstand. Je geeft een dreun tegen iets en er gebeurt iets anders. Je gooit een bal tegen de muur en hij stuit er terug. Dat zijn de wetten van de mechanica. Dat kunnen we allemaal begrijpen. Het ene object wat het andere beïnvloedt door rechtstreekse aanraking. Door fysiek contact. Maar de ontdekking van de zwaartekracht doorkruiste dat. Want Newton zei, oké, ik observeer die kracht. Alleen waar is het fysieke contact? Er is geen fysiek contact. En dat heeft hij nooit kunnen oplossen. En eigenlijk tot de dag van vandaag is dat niet opgelost. Einstein heeft er een andere verklaring voor gegeven, maar die is zo nodig nog mysterieuzer. Einstein zei dat de zwaartekracht een kromming in de ruimte is. Dan moet je heel diep gaan nadenken, want ruimte over het algemeen denken we aan iets wat leeg is. Dus hoe kan iets wat leeg is gekromd zijn? Oké, het begint al wat behoorlijk abstract te worden hier. En ingewikkeld. Lege ruimte die gekromd is. Maar ja, Einstein heeft het gezegd en hij was wel briljant. Ik zeg ook niet dat het niet zo is. Alleen, we komen hier op een terrein. Vaak zijn spirituele mensen beschuldigd door wetenschappers van ja, jullie komen met allemaal dingen die niet te bewijzen zijn, die je niet kunt aanraken, die je niet kunt zien en ruiken en proeven. Maar zwaartekracht kun je dus niet zien, ruiken, proeven. Je kunt er zelfs geen logische verklaring voor geven, maar toch accepteren we dat het is. Of we komen met een verklaring dat het een kromming in de ruimte is. Nou, dat begint al een beetje op religie te lijken, eerlijk gezegd, als ik zo vrij mag zijn. Want er worden hier stellingen geponeerd, ja, die eigenlijk zo zweverig zijn. En Newton was daar echt door verbouwereerd door die ontdekking. Het is, aan de ene kant denk je, gewoon gezond verstand, een ding valt omdat het zwaar is. En als je dan dieper door gaat denken, dan kom je uiteindelijk tot de conclusie dat er iets heel anders aan de gang is, wat je niet kunt begrijpen, niet kunt definiëren, want het fysieke contact is er niet. Het ene object wordt door het andere aangetrokken, over een afstand. Maar wat is hetgene wat dan die aantrekking veroorzaakt? Waarom wordt het ene object naar het andere toegetrokken, terwijl je niets kunt zien of waarnemen die dat veroorzaakt? Ja, dus dat was een enorm probleem tot de dag van vandaag. Maar in ieder geval, dat was de eerste kracht die ontdekt werd. Ik had het over de vier basiskrachten, een zwaartekracht. Die is al ontdekt in de 17e eeuw door Newton. Toen werd er in de 19e eeuw ontdekt een andere kracht, het elektromagnetisme, licht. Maar verder nog, licht is maar een heel klein onderdeeltje van het elektromagnetische spectrum, wat van infrarood tot gammastralen. Dat was een andere kracht die ontdekt werd, die we wel wisten en konden begrijpen. Licht, dat zagen we al, maar we konden het niet verklaren omdat wij nog niet het besef hadden toen dat atomen deelbaar waren. Want wat is nou de essentie van het elektromagnetisme? Is eigenlijk de beweging van elektronen, maar elektronen waren nog niet ontdekt. En die zijn pas ontdekt in het begin van de 20e eeuw. Dus dat was een ander mysterie wat ineens zich aandiende. En uiteindelijk is dat... Hebben wetenschappers dat kunnen begrijpen, kunnen verklaren op basis van de atoomtheorie en de splitsing van het atoom, dat er binnen het atoom bepaalde krachten waren. Nou, die splitsing van het atoom leidde tot de ontdekking van nog twee andere krachten, namelijk de sterke nucleaire kracht die de kern van een atoom bij elkaar houdt en een zwakke nucleaire kracht die de veroorzaker is van het radioactieve degradatie van een element, wat we dus nu in Japan aan het meemaken zijn. Nou, die vier krachten samen, en dit is inmiddels al 50 jaar lang de heersende doctrine in de wetenschap. Die vier krachten samen, die zijn de basiskrachten waar het hele universum uit opgebouwd is. Alles wat we zien, heeft te maken met deze vier krachten. Nou, wat is nou het antropische principe waar ik het net over had? Het antropische principe is dat die krachten precies met elkaar in een dusdanig evenwicht zijn, dat ze het mogelijk maken dat structuren van de simpele structuur van een waterstofatoom, dat uiteindelijk de complexe structuren van sterrenstelsels en tot levende organismen daardoor mogelijk gemaakt worden. En er is geen enkele verklaring waarom die krachten precies met elkaar in dat hele delicate evenwicht staan. Als bijvoorbeeld de zwaartekracht 1% zwaarder, sterker zou zijn, dan zou het universum in elkaar klappen. Zou die 1% zwakker zijn, dan zou het uit elkaar spatten.
Als je een waterstofatoom neemt, neem de structuur van een waterstofatoom. Nou, ga even uit van het klassieke model wat we op school geleerd hebben. Zeg even dat die structuur, dat de kern van dat waterstofatoom, en dat is één proton en één neutron, dat is ongeveer de grootte van deze kamer. Waar denken jullie dat het elektron zich bevindt? We hebben al op school geleerd, kern, dat draait, zo'n soort zonnestelsel met een kern, de zon, en dan draait dan die elektronen die draaien eromheen als planeten. Dat is het model wat we geleerd hebben. Waar denk je dat het elektron zich bevindt? Nou, ik zal het antwoord geven. Dat bevindt zich in Stockholm. Op deze afstand. Dat betekent dus dat, dat is een afstand van 600 kilometer. Dus als je dat op schaal zou maken. Dat betekent dat over een afstand van 600 kilometer. Allereerst dat atoom voor het grootste gedeelte eigenlijk lege ruimte is. Maar dat ook daar weer een kracht aan het werk is die er precies voor zorgt. Dat dat elektron precies op die plaats, in die baan blijft en perfect zijn baan om de kern van het atoom maakt. Zonder enige millimeter afwijking. Sterker nog, als je nagaat dat die elektron zijn baan om de kern ongeveer 2 miljard keer per seconde maakt. 2 miljard keer per seconde. Weer zo'n getal. Waar we helemaal niks mee kunnen, waarvan wij weten dat het heel ingewikkeld is. Dit zijn dingen die de laatste 40, 50 jaar ontdekt zijn. Met name de laatste 20 jaar de wetenschappers. Waar ze eigenlijk verbluft zijn over de complexiteit zelfs van de meest ogenschijnlijk eenvoudige dingen in het heelal. Een waterstofatoom is het kleinste atoom die wat bestaat. Het is ook 90% van het heelal is gemaakt van waterstofatomen en van de materie daarin. Het bestaat uit één elektron, één proton en een neutron. Het is alle andere elementen, dat hebben we ook op school geleerd. Het begint met waterstof, dan krijg je helium en dan de zwaardere uiteindelijke elementen doordat er telkens een atoompje of een elektron, een neutron, een proton bijkomt. En tot hele zware elementen zoals nu uranium, die worden dan radioactief, want die kernen zijn zo groot dat ze instabiel worden. En dat is wat we noemen atoomsplitsing. Maar tot het kleinste element, waterstof, zien we dat we te maken hebben met een onbegrijpelijk complexe structuur. Dat antropische principe, waarbij die vier krachten, want om dat waterstofatoom te kunnen laten functioneren, moet de zwaartekracht, elektromagnetisme en de sterke en de zwakke nucleaire kracht dus weer precies met elkaar in evenwicht zijn. Wetenschappers zijn eigenlijk, zeker de categorie atheïstische wetenschappers, zijn daar eigenlijk een beetje wanhopig van geworden. Nou, omdat die wanhoop te kunnen, een uiting aan daar kunnen geven, daar een verklaring voor te vinden, zijn ze opgekomen, aangekomen met een nieuwe theorie. Namelijk dat het universum waar we in zitten niet het enige universum is. Namelijk, het universum is een onderdeel van een zogenaamd multiversum. En er is niet één Big Bang geweest die 13,7 miljard jaar geleden heeft plaatsgevonden. Nee, er zijn oneindige hoeveelheden Big Bangen. Oneindige hoeveelheden universums die zowel na elkaar als tegelijkertijd bestaan. En dan kom je dus weer terug op de apen. Oneindige hoeveelheid apen, oneindige type machines, oneindige hoeveelheid tijd. Je krijgt Shakespeare. Nou, oneindige hoeveelheden universums, dan is er ergens een universum waar precies alle omstandigheden zo zijn dat die vier basiskrachten met elkaar perfect in evenwicht zijn, zodat daar mensen uit voort kunnen komen, zodat wij uiteindelijk kunnen bestaan. Dat is nu de verklaring van eigenlijk de meest grote gezaghebbende wetenschappers. Neem Richard Dawkins, die heeft het boek geschreven, de God Delusion, het Godmisvatting heet dat geloof ik in het Nederlands vertaald. En hij voert dit dus als argument aan. Hij zegt, ja, mathematisch is het onmogelijk dat binnen dit ene universum dit allemaal had kunnen gebeuren, precies zoals het gebeurd is. Mathematisch onmogelijk, maar er is geen man overboord, want we hebben niet één universum, er zijn oneindig hoeveelheden universums. Er is alleen één heel klein probleempje. En dan grijp ik even terug van, hoe is de wetenschap ooit ontstaan? De wetenschap is ontstaan juist als een reactie op religieus dogma. Van je moet dingen maar aannemen omdat anderen het zeggen. Het idee van wetenschap is, je moet zelf kunnen onderzoeken. Ik moet zelf kunnen verifiëren. Ik doe een experiment en jij herhaalt het experiment en je komt met hetzelfde resultaat als het experiment dat ik uitvoerde.